Yo, you got 5 seconds to get to the dance floor. The roof about to blow. Let's go. Zagen jullie het al een beetje, ik heb last van spreekangst. Ja, ik ben helemaal liever niet. Ik heb last van sociofobie en van angst voor de maatschappij. En liefst vind ik ook gewoon binnen, weet je wel, thuis achter de computer, veilig, alles op afstand. En laat ik alles voor me gaan maar opengooien. Ik heb ook last van feministofobia. Kent iemand dat, feministofobia, jonge dame? Dat is angst voor mooie vrouwen. Ja, lelijke vrouwen, geen probleem. Een mooie vrouw, ik loop ik helemaal dicht. Dat is echt heel vervelend voor mij. En ja, voor vrouwen is dat dan wel handig. Die weet meteen waar ze aan toe zijn als ik heel makkelijk zo tegen ze praat. Dus ja, het vervelende ook van feestafoos is dat ik dus ook relaties heb met lelijke vrouwen. Ik weet, ik heb ook geen goddelijk lichaam en zo, maar ja, ik hou toch graag die traditie in stand van lelijke mannen die met mooie vrouwen gaan, maar het gaat gewoon niet. En een relatie, oké, dat kan ook wel, maar het uitmaken van een relatie met een lelijke vrouw, dat is echt moeilijk. Ik denk ook, ja, dat is de laatste man die ik ook in relatie kan krijgen. Dus ik was al een tijdje geleden van weken aan het nadenken, hoe ga ik dat doen? En opeens wist ik het. Ik had zoiets van, ja, ik liep de kamer binnen en dus ik zeg, Deborah, ik moet je vertellen, ik ben vreemd gegaan. Wat? Echt niet? Dat kan je niet bewijzen. Deborah, hallo, ik ben vreemd gegaan, fout. Echt niet een, je had nooit tijd, je moest wat overwerken. Deborah, ik hou niet meer van je. Dat geeft het niet. Deborah, kijk toch, je bent lelijk. Je bent wel lief. Ik heb er gewoon echt niet vanaf. Dus toen heb ik hem maar te koop aangeboden op de Marktplaats. Ik krijg meteen een mailtje van die beheer dat hij het ethisch onverantwoord vond dat ik een meisje van 15 te koop aanbood. Dus ik heb hem maar gratis aangeboden toen. En ja, ik moet trouwens wel van dat ik blijf nu meteen heel onsympathiek en zo. Op een of andere manier. Maar ik heb ook gewoon een goede daad verricht. Zo ben ik ook. Ik ben ook heel attent. Van de week zat ik te zappen en s'nachts. En opeens word ik een voice over. Sabrina is net 18 geworden. Ik twijfel op geen moment. Ik ben. Hoi, gefeliciteerd! Weet je, zo ben ik ook. Het zit in die kleine dingen. Kleine dingen zit het. Heel attent. En ik, nadat ik dat gedaan heb, ga ik een beetje verder naar mijn nachtelijke routine. Dus kijk op Hives. Zeg, ja, dat doe je als je kansloos bent zoals ik. Zijn er nog meer Hivers? Kom op, hij. Steek die handen nou eens op. Eerlijk. Ja, Danny, 28 Leidschendam. Ja, Willem, 39 Delft. Leuk. Ja, wat heb je op je Hive staan? Een foute dichte geknipt en geplakt en zo? Nee. Heel weinig. Oké. Van foto's of zo? Of, ja, en handig is ook dat je dan van die attenties krijgt dat je een paar jaar is. Nou, en ik ging kijken op Hive en ik kwam bij Tim uit. Tim heeft ook een profiel. Ja, Tim. Dat is een baby van 2 maanden. Ja, mijn eerste gedachte is altijd, wauw! En mijn tweede is, wat knap! Weet je, ik kijk verder en ik zie een foto van Tim met 2 van die onterecht bij ouders, van 16 naast. ik moet ook wel toegeven, ik heb ook wel een profiel, maar ja, misschien kan ik ook niet kijken, zeg maar, bij anderen natuurlijk. En ik word er nu ook wel helemaal bij, want ik werd gisteren gefeliciteerd, ik was jarig. En ik werd echt gefeliciteerd. Zie je gewoon echt wie je echte vrienden zijn. Ik vind het wel nep. Ik heb afgelopen jaar al 33 keer mijn profiel geboorte laten veranderen. Dus dat vind ik wel nep. En ik kijk verder, ik kom bij Shirley uit. En Shirley is niet zo heel slim. Ik kan misschien het beste omschrijven. Er was iemand die is overleden. En er stond bij wanneer hij was geboren en wanneer hij was overleden. 10 mei 2009. En Shirley dacht, ik ga mijn hart onder de riem steken. En ze schreef, oh my god, zo erg. Ik ken iemand die op die dag jarig is.
Dat was echt Shirley. En ik hoop dan ook echt dat Shirley gewoon echt alleen online bestaat. Want het gewoon niet echt is. Maar dat is gewoon niet zo. Want ik was, laatst was ik in de bouwmarkt. En ik zie al een moeder en een kind binnenlopen. En op een gegeven moment zie ik alleen maar die moeder lopen. En dat kind alle kanten op. Ik sta op een gegeven moment bij de kassarij. En die moeder komt mij kant. En ik hoor eerst nog, Clarence, Clarence! Ja, vaak krijgen ze de naam van mijn vader die gewoon gevlucht is. En ik heb nu iets bedacht. Misschien loopt het wel leuk voor jullie in de praktijk. Ze kwam naar me toe en zei, meneer, heeft u mijn kind gezien? Ja, hij liep net met zijn opa in de buiten. Ja, en je moet wel trouwens zeggen dat de grapjes daarna, want en ik zie gewoon, ik ben in de bouwmarkt en er gebeurt echt zoveel magen, zo domme mensen. Ik sta in die rij en iemand wil een kaartje hebben. Meneer, mevrouw van de kassa, wat moet u in het kaartje? Ik denk, ja, boodschappen. Jezus. Weet je, er staat nog een man voor me en die wil afrekenen. En die cashier was heel netjes, heeft u onze voordeelpas al? Waarom die man zegt, ik heb hier passen, ik hoef geen passen, ik heb al 1000 passen. En ik denk van, jongen, als je zoveel passen hebt en je vindt het irritant, waarom tel je ze allemaal? Zo irritant, zo irritant. En misschien, bij de NS gebeurt het ook wel overal. Het is overal. Ik wil een trein pakken in de city, of ik wilde in ieder geval een Schiphol. En ik wist niet welke trein moest pakken. Die man zegt, je had een trein van in de city van 5 minuten geleden kunnen pakken. No shit, Sherlock. Jezus, ik denk, of had ik misschien een stoptrein kunnen pakken van 3 weken geleden. Weet je wat hij zegt? Moet ik even nakijken. Serieus, het is niet meer leuk. Ik weet, wat is het trouwens met die mailtjes? Waarom krijgen we altijd mailtjes in de verkeerde mailvakjes? Waarom komen ze in de verkeerde mappen terecht? Waarom krijg je een mailtje van een penisverlenging in een map ongewenste mail? Waarom in een ongewenste mail? Sorry. Ja, ik moet zo praten maken. Maar misschien komt het ook wel in mijn achtergrond. Ik ben officieel ik ben een paar jaar afgestudeerd maatschappelijk werker. Dat is echt waar. Ik zie mensen ook, kijk, maar what the fuck, je hebt echt een broekie. Ja, ik heb ook al menige pedofiel teleur moeten stellen. S ochtends aan de ontbijttafel. En ik dacht, ja, heb ik nog dat je 16 was en voor een vieze douche. Weet je, dat een beetje. Nee, ik hou er wel van. Ik hou er wel van, pedofiel te pesten. Ja, ik ben er nu eigenlijk ook wel klaar mee. Ik heb daarvoor ook regelmatig een t-shirt met pedofilie. Zo kinderachtig. Dat is het ook. Vroeger heb ik wel pedofielen ook geholpen tijdens het maatschappelijk werk. Maar ook gewoon ook jongens, meisjes, van alles. En ik werk als via volgens uitgangspunt van empowerment. En dat is dat je vanuit de kracht werkt vanuit een cliënt. En dat was een meisje die kraste zichzelf helemaal onder, automutilatie. En toen dacht ik, wauw, dat is wel vet, weet je, het lijkt fucking Picasso wel. Dus ja, dus ik denk, nou, daar moet je wat mee doen. En de volgende dag was ze al haar vriendin ondergekrast. Ja, laten we zeggen dat de intentie goed is voor mij. En ja, er waren ook kinderen, dat is ook zo'n naam van die tierkinderen. Die heb je dan ook. En dan hoor je van, ja, dit is hier gepland, wel gewenst. Ken je dat? Niet gepland, wel gewenst. En dat zeggen ze op de begrafenis van een kind. Ik vind dat niet, ik weet het niet. Maar ik had ook wel een goede band met cliënten. Ik had een goede band met cliënten. De cliënten liepen echt wel vaak om met me weg. Dus dat waren wel de TBS'ers. Maar ik had zo'n goede band dat ik ook op een gegeven moment werd uitgenodigd door een cliënt, door Jan. Jan niet meer eigenlijk, want Jan was dood. Ik werd uitgenodigd voor de begrafenis van Jan. En Jan was homo. En daardoor wil zijn familie ook niet meer komen. Dat zoiets van, nee, ik wil niks van me weten. Maar gelukkig waren al zijn wisselende contacten er, dus dat was eigenlijk wel heel gezellig. En Jan had ook een vriend natuurlijk. En de vriend van Jan, ja, dat is echt zo'n cliché homo. Hoe kan ik dat best uitleggen? Als je hem een vinger gaf, dan pakte hij meteen je hele vuist. Zo homo. En op een gegeven moment vroeg hij eigenlijk wel of ik iets wilde doen voor hem. Die vriend van Jan. En, dat heb ik ook gedaan, ik heb een gedicht geschreven. En het was echt doodstil. Het was doodstil. En het ging als volgt. Dag lieve Jan, daar lig je dan. Iets beters. Clarence! Kut, volgens mij was het wel vergeten te zeggen. Dankjewel, op een